Nou, voor het gemak ben ik in Rotterdam gebleven. Als je midden in de stad loopt, dan zie je overal merken. Dat zijn ook vaak bekende merken. Nou heeft Valérie iets bedacht waarvan ze denkt dat het heel uniek is. Maar moet ze dat nou vastleggen, beschermen? Marleen Kuiper gaat me dat uitleggen in het World Trade Center in Rotterdam. Hi Marleen. Hey, ik ben toch niet te laat, hè? Nee. Gelukkig. Nee. Hey, jij in Rotterdam, hebben jullie wat met elkaar? Ja, ik hou van Rotterdam. Leuke stad. Ik shop er graag. Ja? Veel goede merken. Voetbalclub. Voetbalclub, zullen we het daar niet over hebben? Nee, voor je het weet krijg je er allemaal discussies over. Ga je mee? Ja, ga mee. Nou, Marleen, voor Valérie zijn er dus aardig wat dingetjes onduidelijk. Ja, wat moet zij nou doen? Nou, ik kan me voorstellen dat er voor haar veel dingen onduidelijk zijn. Wat ze moet doen is eigenlijk afhankelijk van wat ze heeft, van wat haar idee is. Oh, je probeert mij het idee van haar te ontfutselen. Nou, ja, kan er wel iets over zeggen hoor. Ja. Nee, ze heeft een damestas ontworpen en ja, dat zag er heel uniek uit. Een damestas, het design van de damestas, zou ze als model kunnen beschermen. Ja. Daarnaast zou ze bijvoorbeeld misschien een octrooi kunnen aanvragen op het moment dat zij iets technisch innovatiefs in de tas heeft. En uiteindelijk gaat ze die tas ook verkopen, neem ik aan. Mm-hmm. Dus plakt ze er een merk op. Ja, volgens mij was de bedoeling van haar om dat gewoon Valérie te noemen. De eigen naam. Ja, de eigen naam. Ja, dat doen heel veel mensen, dat kan heel goed. Dus er zijn eigenlijk een aantal dingen, die hoor ik nu. Ja. Zullen we gaan erover verder praten? Goed idee. Ja? Nou Kevin, ik heb iets voor je meegenomen. Althans, eigenlijk niet echt voor jou, voor Valérie. Ja, precies. Om haar te laten zien van, goh, wat zou je nou eigenlijk moeten doen? Ze heeft een product ontwikkeld en dat wil ze met een bepaalde naam op de markt brengen. Exact. Ze heeft waarschijnlijk een domeinnaam. Nou, wat heel belangrijk is om te kijken of die naam misschien al bestaat. Ja, want ze heeft de domeinnaam wel geregistreerd. Is dat dan niet voldoende? Nee, dat is eigenlijk alleen maar je adres op internet. Maar dan heb je nog geen merk. Je moet kijken in het register van de Kamer van Koophandel of de naam al bestaat. En verder in het merkenregister. Want wat veel ondernemers doen, en ik denk Valérie ook, is gewoon zoeken online of ze die naam al zien. Ja, dat is eigenlijk niet voldoende. Nee, want stel nou voor dat ze die naam niet zien, dat betekent niet dat die niet misschien al in het merkenregister staat. Dus eigenlijk zijn er meerdere handelingen, meerdere stappen heel belangrijk in dit proces. Ja. Ten eerste, een goede naam kiezen. Nou, dat heeft ze al gedaan. Dan moet ze kijken of die al bestaat. En als dat niet het geval is en ze heeft in al die registers gekeken, dan zou ze hem kunnen registreren. Dan heb je een merk. Okay. En dan kan je dus ook voorkomen dat iemand anders ermee vandoor gaat. Ja, en op die manier heb je ook een stok om mee te slaan als iemand dat wel doet. Jazeker. En alleen dan heb je een stok om mee te slaan. Ja. Als zij die tas onder die naam verkoopt en iemand anders gaat ook tas onder die naam verkopen, dan kan ze daar niks tegen doen. Precies. En mag ik deze voor Valérie meenemen? Ja, natuurlijk mag je die meenemen. Nou, daar heb ik speciaal voor meegenomen. Marleen, hartstikke bedankt. En Valérie, die is in de pocket. Ja, want als ik het goed begrijp, dan is...